Hey mensen, goedemiddag. Welkom in het zand deze keer. Wat ga ik doen? Nou, de titel van de video zegt het min of meer al. Hike, lunch en zandankers. Jullie hebben net de zandvlakte waar ik op loop al even kunnen aanschouwen. Ik ga hier even wat uitproberen. Ik ben voornemens om deze zomer een driedaagse of vierdaagse strandtocht van IJmuiden naar Den Helder te lopen. En daarbij te overnachten op het strand. Maar op het strand, daar zijn geen bomen en daar kan ik dus ook geen onderkomen opbouwen. Althans, niet op de traditionele manier. Dus wat heb ik gedaan? Ik heb gezocht op YouTube naar het fenomeen zandankers. Daar heb ik een aantal leuke video's over gevonden. Die heb ik bekeken. Want ik had totaal geen kennis van wat zandankers dan eigenlijk zijn en hoe ze werken. Die heb ik nagemaakt en die ga ik vandaag hier op dit terrein uitproberen om te kijken of ik twee verschillende soorten onderkomens kan opbouwen. Namelijk een gewone lean-to en een ploeg. Ik maak dan dus geen gebruik van haringen, maar alleen van die zandankers. En voor de staande stukken gebruik ik geen takken of een boom, maar gebruik ik mijn wandelstokken. Omdat dat het meest realistische scenario is wat ik van de zomer zal tegenkomen.
of mijn opzet slaagt, ik heb geen idee. Voor mij is het ook nieuw. Misschien lachen jullie een beeld aan het eind van deze video. Misschien hebben jullie ook zoiets van, hé, dat heeft hij leuk bedacht. Nou, in beide gevallen hoop ik dat ik jullie vermaakt heb. Ik ga zo eerst even een soepje eten en een worstje naar binnen werken. Want lopen in het zand is met dit weer, nou, ik zal niet zeggen zwaar. Maar het vreet wel energie, althans bij mij. Dus ik ga eerst mijn innerlijke mensen verzorgen. Ik zal zo even laten zien wat ik allemaal bij me heb. En dan gaan we maar eens aan de slag zo. Ik heb uiteraard touw bij me. Ondanks het feit dat er geen bomen zijn waar ik mijn onderkomen aan kan vastmaken, moet mijn tarp die daar ligt, dat is de Highlander Basha, natuurlijk wel ergens aan vastgemaakt worden. Daarvoor heb ik die zandankers. Ja, en eigenlijk zijn dat gewoon vierkante stukken stof of rechthoekige stukken stof met daaraan een touw. En de bedoeling daarvan is dat die ingegraven worden. Daar komt zand op en dus gewicht. En dat zou in theorie voldoende moeten zijn om de basha ook bij wat meer wind overeind te kunnen houden. Dus ik ben heel benieuwd of dat werkt. Nou, hoe ga ik die kuilen graven waar dat in komt? Uiteraard met een stok. Op het strand zal ik waarschijnlijk ook wel wat drifthout vinden. En anders moet ik mijn handen gebruiken. Maar alles zo primitief mogelijk. Dus ik ga maar eens even beginnen met het graven van een kuil. En dan laat ik jullie het eerste resultaat even zien. Nou, ik hoop dat jullie het zo goed in beeld hebben. Ik heb een kuil gegraven van ongeveer 30 centimeter diep. Dat zal aan het strand waarschijnlijk iets dieper moeten. Omdat het allemaal mulzand is daar. Hier is het zand vrij nat. Dus ik hoop dat dit voldoende is. Maar voor mij is het ook even uitproberen. Wat is de juiste diepte? En wanneer wordt mijn basha overeind gehouden en kan ik hem goed spannen met deze ankers. Dus ik gooi deze kuil nog even dicht. Uiteindelijk is dit het enige wat je zult zien. Even mijn handen zien. Ja, en ik trek eraan. Staat daar nog best wat gewicht op. Ik ga de tweede ingraven. En dan gaan we kijken. Hij staat zoals je ziet. Iets wat geïmproviseerd. Ik slaap in de duinpannen. En dat is ook wel nodig. Want als je kijkt naar de ruimte die er is, en ik heb hem nu weliswaar even wat provisorisch opgezet tussen het zeil en het zand, dan waait daar nog best wat wind doorheen. Dan zal dat in de zomer waarschijnlijk niet zo erg zijn en zal ik, omdat ik in de duinpannen slaap, daar misschien ook wel wat minder last van hebben. Maar het principe werkt. De ruimte die ik heb in mijn basha is meer dan voldoende. Ik kan er makkelijk in zitten. De tentstok, alles bij elkaar gehouden door zandzakken. Nou, ik heb nu een soort van
ja, het is niet helemaal een ploeg. Maar ik moet ook zeggen dat ik steeds word gestoord door mensen met honden die hun beest hier uitlaten. Wat ook weer begrijpelijk is, want het is een hartstikke mooie waterplas hier. Ja. En waar wil een hond met warm weer liever zijn dan bij het water? Kwestie van geven en nemen. Nou, je ziet het. De ankers doen prima hun werk. Zoals gezegd, de kuilen die ik gegraven heb zijn ongeveer een centimeter of 30 diep. Nou, als je ziet hoeveel ruimte ik eronder heb. En even in acht genomen dat ik dat natuurlijk in een duinpan doe. Dus ja, ik zal dan minder last hebben van wind. Maar hier kun je prima liggen. Echt wel. Ik laat het bij deze ene setup. Zoals gezegd, ik word steeds gestoord door honden en hondeneigenaren. En dat geeft op zich niks, maar ik wilde weten of het principe van deze setup werkt en of de zandankers werken. En ja, die werken uitstekend. Het gewicht van het zand is meer dan voldoende. Nogmaals, het speelt wel mee dat het zand hier nat is, natuurlijk ook omdat ik vlak bij het water zit. Maar ook omdat het grondwaterpeil hier behoorlijk hoog is. Ik begreep van een bewoner dat de waterstand van deze ven ook kunstmatig hoog wordt gehouden. Maar even verderop is een sloot, daar zit een schot in, waardoor het waterpeil van deze ven hoog wordt gehouden. En dat veroorzaakt dus ook dat het grondwaterpeil hier hoger is dan normaal. Ja, kom. De betreffende eigenaar vertelde mij ook dat daardoor veel bomen hier doodgaan. Dag jongen. Met name veel eiken, die staan met hun wortels te nat. Dus ja, alles heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ik denk dat deze setup uitstekend geslaagd is. En dat ik hier met een gerust hart mijn strandwandeltocht mee van start kan gaan. Top. Nou, eerst een broodje eten, want daar heb ik ook wel zin in. Jongens, experiment geslaagd. Zandankers, wat mij betreft een succes. Zoals gezegd, ik had ze nog nooit gebruikt. Ik denk dat het goed te doen is deze zomer. Er zijn nog een paar kleine aanpassingen die ik moet doen. Maar het principe werkt en daar ging het mij vanmiddag om. Ik moet zeggen dat ik het hartstikke leuk vond om uit te proberen. Ik heb een prachtig weer bij. Ik heb op een mooie plek gezeten. Er is niks meer te zien, alleen de stok waar ik mee gegraven heb. Dus daar kan de volgende hond mee gaan spelen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Hoi!